sowieso besefer. Dus ik heb de 10 beste leugens van Leandro uit Lelydorp die licht en vliegt gesorteerd. En if you de eens naga me, dan je bar ja. Je bar ja op nummer 1. We hebben een crisisplan, een 200 dagen crisisplan. Nummer 2, we hebben een COVID managementplan. Nummer 3, we gaan niet naar IMF. Nummer 4, euro 3 tot 4 miljard wacht op ons. En we kunnen mag die amone edoro. Nummer 5, meer dan 150 investeerders staan in de rij om hier te komen investeren. Nummer 6, we hebben een strategie om de koers beneden 7 SRD te brengen. Nummer 7, we gaan de government take afschaffen. Nummer 8, onderwijs zal gratis zijn. Hoi! Nummer 9, we gaan corruptie bestrijden. En vriendjespolitiek afschaffen. En amore mooi wang. Amore mooi wang. Evide eens nangami. Barkong. Niet het volk zal inleveren. Niet het volk zal inleveren. Niet het volk zal inleveren. Maar de regering. Den boy alleen. Den boy alleen. Den boy alleen. Den boy alleen. Den concordia. Alle jongen vallen la. Den boy alleen. Met dat de lei. No make den chisha jeng. Ik heb een heel dossier van leugens. Meer dan 100 leugens. Met feiten. Meer dan 100 leugens met feiten. Eigenlijk moeten we een lijst maken van de top 100 lies of Leandro uit Lelydorp. En we moeten dat aan het volk gaan laten zien. We moeten die lijst maken, president. We moeten die lijst maken. Maar, deze humble. Ik to chori. Uppersesina jori. Weet u dat er al tientallen corruptieschandalen zijn geregistreerd en doorgegeven aan de procureur-generaal? Maar ik heb daar ook de top 10 geselecteerd, omdat we weinig tijd hebben om die tientallen voor u te presenteren. En if je de eens dan aan mij, dan je bar ja! Ik heb het nog niet gezien. Maar nummer 10. En ik wil het heel graag gaan zien. Een toilet van 520.000 SRD. Alia heeft het mooi gezegd. Hoe ga je in een toilet van 520.000 SRD poepen en plassen? Mijn oren zo. 520 SRD als burger zeg ik het. Mijn oren zo van mega door mijn belastingmoney. Je belasting money. Belastinggeld van die ene arme wachter. Van die ene arme schoonmaakster. Dat is nummer 10. Dat is nummer 10. Op nummer 9 heb ik een geval. Die nu als een kool groeit. Een corruptieschandaal. En abra schandaal dat. De fractieleider naar gebouw van Erigeri. Blauwe meer. Blauwe meer met een waarde van 3-4 miljoen US dollar die verkocht is voor meer dan 20 miljoen US dollar. Dat is nummer 9. En daarover, bet your life, zal er nog heel veel informatie naar buiten komen. Blauwe meer. Nummer 9. Nummer 8. Isabi de manja elop wagito. En misaba wagifua ambassadeur voor Nederland. De atori boss
Nee, het is niet waar. Het is een auto die geleased is. We hebben het niet gekocht. Ja, sorry, paya. Drie maal meer betaald voor die auto. Drie maal meer betaald voor die auto. Voor de ambassadeur van Nederland. Dat is nummer 8. Nummer 7. De voorzitter van DNA gaat reizen. Naar Gabon. Besteed $22,000 zonder toestemming van de Nationale Assemblée. En hij zegt het is protocol bij de DNA. Maar ik heb daar 10 jaar gezeten hoor. Ik kan collega des Masano Sabi. Maar een collega des Masano Sabi. Fractieleider. Ano tru. Nummer 8. 7. Of was ik bij 7? Er zijn zoveel, ik kom in de war. Maar deze is een mooie. Een VHP'er maakt zich schuldig aan mensenhandel en mensensmokkel vanuit Haiti. 2 ministers van de VHP zijn erbij betrokken en worden met naam en toenaam genoemd door die VHP'er in al zijn interviews. En die interviews zijn vastgelegd. En Theatori Lekki, dat zegt Leandro uit Lelydorp, wij gaan een onderzoekscommissie instellen. En wanneer die commissie resultaat uitbrengt van er is mogelijk sprake van mensensmokkel en mensenhandel uit Haiti. Wel, dan is die Tori in de doofpot. Leandro van Lelydorp die ligt en vliegt is het vergeten. Nummer 6. Er wordt een India's filmbedrijf hier naartoe gebracht. Om de verhalen van Leandro van Lelydorp uit Lelydorp vast te leggen. Maar wat blijkt. Ook dat bedrijf maakt zich schuldig aan mensenhandel en mensensmokkel. En die Tory bost in Nederland. En het gaat om een dubieus bedrijf. Wel, over nummer 5 heeft mijn broeder Suresh gesproken. De import van 4.500 ton uranium. Buiten alle wettelijke procedures, waarbij de wettelijke procedures niet zijn gevolgd. Fractieleider Michiel Lafou. Maar ik volg die tories ook hoor. Wel, die goedkope uranium komt niet hè. Suresh, komt het? De aankoop van een landbouwareaal hier in Nikeri voor saaizaad voor meer dan 3 maal de prijs. If uno bobos atori dati, dan zou vrienden en familieleden wel geregeld zijn. Ja, goed ook. Nummer 3. Een corruptieschandaal van CDS waarbij bedrijven die niet eens bestaan. Bedrijven die niet eens bestaan. Hebben werk gehad. 2. HPSG. Internationale corruptieschandaal. 2 ministers worden weer genoemd. Cadeautjes worden verdeeld hier. Dure cadeautjes. Verslag wordt gedaan daar. In Europa. En men doet hier alsof hun neus bloedt. Maar Miloba nummer 1. Miloba nummer 1. Is mijn favoriet. Kunt u raden? Fractieleider Sana nummer 1. Surf en V. Alsof deze regering het volk niet genoeg heeft misleid. Wou men IMF gaan misleiden? Wordt er een account geopend in New York, een staatsgarantie verleend van $4 miljard om $2 miljard binnen te halen. Om $120 miljoen onderling te verdelen. Wel, even netwerk nog op Bigiso. En dan ga ik dit aan u zeggen. Ik heb maar 1 boodschap. Jab hamlok op een aki moonlip. En dit heb ik van een mattie van me van Nikeri, president. Kent hem ook.
dan gaat een DNA-lid van Saramaka hier in Nikeri komen. Op een weststand die geasfalteerd is door Boutersche. Voor een brandweerkazerne stand die gemaakt is door Boutersche. Voor een schoolstand die gebouwd is door Boutersche. Achter een kunstgrasmatveld staan die gemaakt is Boutersche. En aan Nikerianen vragen, wat heeft Boutersche gedaan? Wel, we weten allemaal dat geiten slecht zien. En dat het verstand soms gaat grazen. Maar met Beggy Uno Nikeri. If asandat sa yakde magwe, dat is mijn boodschap. Yakde magwe, ze verdienen het niet om netjes bedankt te worden. Ze moeten weggejaagd worden. En bereid u zich voor, wij gaan u komen halen. En wij gaan u komen joinen. En wij gaan u komen ondersteunen. Voor yakde magwe. Want street is street, uno safredi.